Goedemiddag, ochtend nog. Het is Hemelvaart 2020 alweer. Ik ben terug aan boord van Coaster Juno. En wat u hier gaat meemaken is de perfecte aanloop van het posthuisvat. De estimated time of arrival is 9 uur 15. En we zullen even kijken of dat klopt. Het klopt, we hebben nog 5 minuten. En daar in de verte zien we Coaster Olle. Ik hoor de hond Pluk. En ik zie ook de vaste opstapper. Dat is de charmante Paulien van der Broek. De Genua wordt weggedraaid. En al deinzend op de truil wordt waarschijnlijk een ankermanoeuvre ingezet. Zodat naast Coaster Juno, Coaster Olle, zich op het posthuis wat vlijt. Let op van wat u hier ziet. Als u dat ook zelf doet, dan bent u in volledige controle van het leuke bootje. En ziet u dat de riemen diverse diensten bewijzen. De trail wordt nog even doorgezet. De papegaaistok nadert Juno op een gevaarlijke manier, maar zoals verwacht komt Coaster Olle tot stilstand om 9:12. Helaas iets voor de slottijd. Ted Anker op het weldadig riekende posthuiswat. De hond Pluk! Nee, Pluk! Plukkie! Nee, lief dier! Altijd weer gezellig om de hond Pluk aan boord te hebben. Hey, goedemorgen! Goedemorgen deze morgen. Was het een vroege ochtend? Waarom? Kwart voor zes wakker en een kwart over zes bed uit. En iets voor zeven ging spijker eruit. We hebben een heel eind gedrift. En vervolgens zijn we hier naartoe gezeld. Nou ja, klinkt als een eitje. Was het ook? Nou, koffie! Dit was Coaster Juno. Coaster Juno, stop.